We zijn hier in het Irene-gebouw en er is een fototentoonstelling. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Nou, er was een beetje vraag ook vanuit de gemeenschap van kunnen jullie geen foto's laten zien van buurzenaren en ook wel andere mensen, zeg maar, die met buurzen verbinding hebben op een of andere manier. En toen zijn we een jaar of 10 geleden mee begonnen en het loopt heel goed. 10 jaar van verzamelen? 10 jaar zijn we al mee bezig, ja. En het loopt heel goed, dus ja. Is het moeilijk om aan die oude foto's te komen? Nee, mensen willen wel heel graag foto's beschikbaar stellen. En wij gaan ze dan gewoon digitaal maken en ze hier gewoon in lijsten ophangen. Wat is er zo interessant aan deze tentoonstelling? Nou, leuk. Oude families en daardoor ook weer andere mensen die hier komen kijken. Mm-hmm. Dus ja. En als u daar nou naar kijkt, naar die familie Kamphuis Hildering, hebt u daar dan ook ooit van gehoord? Denkt u van, oh ja, dat zijn die? Ja, voor sommigen wel, ja. Ook een heleboel niet. Ik ben wel geboren hier in Buurzen, maar ik ben 35 jaar weg geweest. En voor sommigen heb je nog wel herinneringen, maar anderen denk ik van, nou, nooit van gehoord, nooit gezien. Nee. En u bent weer teruggekomen naar Buurzen, u miste iets. Ja. Ja. Nou, hoe de boerderij zeg maar zo'n 100 jaar geleden en lang eruit zag en wie de eerste bewoners waren en het nageslacht. En nou, iedereen wil toch graag weten hoe hij er, waar die vandaan komt. En ook verdere familieleden. Nou, en dit wordt een hecht gemeenschap, zeg maar. Het gaat over 2 families speciaal, of niet? Het gaat nu van jaar over 2 families, de familie Hork en de familie Kamphuis. Maar ieder jaar hebben we een ander thema en ook de buurtrevue kwam van jaar aan ze trekken. Dus ja. Ja, wees. Dan ben ik met mijn neef, mijn oom. Nou, hier zijn we zelf met familie. Dus u bent van de familie Kamphuis? Ik ben van de Kamphuis, ja. Ja. En staat u er zelf ook op? Zeg je? Staat u er zelf ook op? Ja, ik sta ook op, ja. Ik sta daar wel. Ja. Dat is lang geleden, hè? Opa, oma, ja, we staan erop, ja. De eerste tractor nog, van 53. Ja, ja. Hoe komt het zo dat jullie voor deze items gekozen hebben, voor deze families en deze revue? De buurtrevue had 65 jaar bestaan. Dus het was ook echt een jubileumjaar. Die houden nou ook een openluchtvoorstelling op Siberië. En 10 jaar geleden hebben ze dat ook gedaan. En nou, toen dachten we van de buurtrevue kan ook wel eens aan zijn trekken kunnen komen. Dus, ja. En deze 2 families, wat hebben die voor iets bijzonders? Nee, het is niet speciaal, want ieder jaar hebben we andere families. En nu waren dat toevallig de familie Kamphuis en de familie Hork.